De Gentse Lente. Een dag waarop middenveldorganisaties van de Brugse Poort tot Sint-Jacobs, met steun van het gemeentebestuur, de woorden allochtoon en autochtoon letterlijk begraven. Hiermee wil Gent een duidelijk signaal geven dat onderscheid tussen mensen maken vooruitgang alleen maar tegenwerkt. Maar wat vindt de Gentse jeugd nu zelf van deze actie? Algemeen gezegd, als er iemand bijvoorbeeld is, is het altijd zo, zijn weer die andere tonen. En hoe zijn we zo? Beter alle culturen samen dan één cultuur. Aan je plant. Variatie maar ook. Alle mensen zijn mijn broeder. Lots of colors to symbolize that everybody has different colors, and they have layers of colors. Sometimes you feel blue, sometimes you feel yellow, pink. But at the end, we're all the same. We all have the same bone structure. Kan het schrappen van deze woorden discriminatie echt tegengaan? Wij geloven dat discriminatie in deze stad geen kwestie is van woordkeuze. Of huidskleur zelfs, maar van bittere armoede en de politieke onwil om daar iets echt aan te doen. De woorden allochtoon en autochtoon verschillen maken enkel maar verschil tussen de mensen van wij en zij. Ik denk dat dat beter verdwijnt. We zijn allemaal mensen, om het even welke huidskleur dat we hebben, om het even welke taal dat we spreken, welk geloof dat we hebben. Het project heeft in ieder geval de nodige bijval gekregen. Maar hoe is het idee ontstaan? Samen met iemand van de cultuurparticipatie hebben we samengezeten om een idee te ontwikkelen rond de dag tegen racisme. En omdat ik heel veel nadenk kwam met jongeren en ik echt wel heel vaak in contact kwam met een zeer negatieve aanwezigheid bij die jongeren om deel of actief deel te nemen aan de maatschappij, om zichzelf in te zetten, om aan de toekomst te denken. Dat ik zoiets van, ja, waarom gewoon dat wij zij denken niet gaan proberen weg te halen. Dit is maar een begin, want als we morgen nu ineens gaan spreken van Marokkaanse Gentenaars en Turkse Gentenaars, en dat is al bezig, ja, dan zijn we dus geen chic opgeschoten. Hè? We kunnen in de toekomst moeten we spreken van Gentenaars, punt afgelopen. Mensen die in Gent wonen zijn Gentenaars en mensen die hier wonen hebben alle rechten en ook alle plichten van andere Gentenaars. Het signaal is gegeven, maar zal de draad worden opgepikt en de lente de kans krijgen om verder te bloeien?